En dan gaan wij nu een kerstboom uitzoeken. We gaan een kerstboompie uitzoeken. We gaan met mijn auto, want Nicky's auto mag niet vies worden. Mijn auto is nog geen adem in mijn auto. Deze auto kan ik toch niet echt te hard rijden hier. Nee, dan hoor je wel in je toeren. Nou moeten we ook als intelligent gaan doen in dit gesprek. Camera negeren als het kan? Ja, ik ken niet. Ik ben niet de streamer hier. Als er een camera nou open staat, dan weet ik dat toch? Nou weet ik dat de camera aanstaat. Nou, we gaan even een kerstboom halen in ieder geval. We hebben Olivia bij mijn schoonouders, bij de ouders, een beetje afgezet. En ik heb me voorgenomen om een keer een kleinere kerstboom uit te zoeken. Maar ik ben benieuwd of het gaat lukken. Weet je eigenlijk waar de standaard is van de kerstboom? Waar die is? Ik denk gewoon op zon, ja. Dat lijkt me. Want we hadden vorig jaar een nieuwe gekocht, geloof ik. Ja, die kon je zo... die was echt heel handig. Kuiteltje. Ja, die kon je zo een beetje op, opschroeven of zo, ja, opklikken. Pompen. Oppompen, ja. Met dat ijzerdraadje eromheen. Ja, dat was wel een handig ding. Ja, dat lijkt super. Ja, ik had het nog niet tegen je verteld, maar ik ga vlogmas doen. Dus dat betekent iedere twee dagen een vlog. Oh. Dat kan. Ja, we moesten een nieuwe standaard, omdat de vorige toen in één keer om. Flikte de kerstboom in één keer om. Maar gewoon ieder jaar viel de kerstboom één keer om. Nee, de eerste keer was toen jij in Shanghai zat. Toen werd ik s'nachts wakker. Dat ik echt wakker schrok van wat gebeurt hier nou. Ja, toen hadden we niet eens een Guinea al. Nee, toen hadden we niet eens een Guinea. Dus ik dacht viel gewoon uit het niks. Ik dacht dat er gewoon ingebroken werd of zo. En ik zei een hele harde klap. Ik krijg een foto in Shanghai. Die tijdverschil was heel anders. En dan weten mensen ook dat wij elkaar niks nuttigs te vertellen hebben als we kerstboom gaan halen. Nee. Maar we zijn getrouwd toch? Dan praat je niet meer. Nou, dat zeg ik niet meer tegen. Maar, Nicky dacht dat er nog geen kerstbomen verkocht werden. Maar dat is niet waar, volgens mij. Het is 29 november, hè? Ja, heerlijk, hè? We zijn er echt lekker vroeg bij dit jaar. Echt super. Hé, kerstnummertje aan. Oh, we hadden misschien de muziek erbij moeten zetten. Wat copyright nu. Nou ja, we zijn onderweg. Moeten we nou opnieuw de gesprek voeren van net? Wat net zo'n interessant gesprek. Oh. We hadden geen interessant gesprek. Nee, we hadden helemaal geen interessant gesprek. Nee, ik wou mijn camera eigenlijk wegdoen, dus... Ik wou het even afsluiten. Er zijn kerstboompies. Heel veel kerstbomen. Heel veel keuze. Gaan we... Oh, we gaan eerst een kerstboom uitzoeken. Ik dacht, we lopen er doorheen. En dan... okay. Ja, maakt niet uit. Ja, anders ligt de kerstboom toch maar in de auto. Hier kunt u zelf een leuke kerstfoto maken. Nou, maak jij een leuke kerstfoto van mij. Ja. Met deze. Oh. Kijk of ik twee dingen tegelijk kan. Rechtop of? Ja. Dit is mooi hoor. Ja? Wacht even. Even kijken. Ja, ik denk dat dit goed is. Maar waarschijnlijk moet het overnieuw. Maar jij moet... Opnieuw, okay. Hè? Nee, ik ga hier niet op. Nee, top. Ik weet alleen niet wat ik er nou van vind. Het is ja, het is een beetje te druk hè? Zou je niet in het tuincentrum willen werken in november? Ja, mag je alles versieren? Ja, hallo. Hoi. Oh, je kan een soepje nemen. Nicky, wil je een soepje? Nee. Ik heb net ontbijt op. Het zijn een soort pompoenen voor in de herfst met stekels. Hallo, Britta. Ja. Hallo. Goedemorgen.
Heb jij al etenswaren kerstballen gezien? Want ik heb natuurlijk alleen maar van die... Oh, ik heb niet eens... Ja, ik wist niet dat ik daarop moest letten. Ik had die memo niet gekregen. Nee, we hebben genoeg kaas, hè? Ja, dat zijn wel mooi, toch? Zo. Hier, een eikel. Oh, die... Voor een andere eikel. Ja, alsof we die niet zagen aankomen. Goeie grap. Hier, dit is eetbaar. Vogel. Nee. Tegen die eetbaar. Nee, mijn moeder heeft een vogelboom. Ja. Hallo. Hoi. Lekker. Nou, dat is mooi. Ja, zeg maar eens dat het niet kan als je hiervoor staat, hè? Ja. Wat voor soort zoek je? Een mooie. Een natlan? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel de beste kwaliteit altijd. Dus hij moet eigenlijk zo lang mogelijk zijn naam houden. Nou, moet hij hier lekker gewoond zijn of... Ja, rond 1,50 had ik bedacht. 1,50? Ja. Komt dit op tafeltje zo? Ja. Oké. Okay. Dit vind ik altijd mooi als hij er doorheen gaat. Oh. Alsjeblieft. Oh ja. En wat ik zelf altijd doe ook, ik haal altijd een potje glycerine. Ja? Bij de ethos, ja? Van de vloeistof, zeg maar. Ja? Dat is echt heel oud, maar dat is echt goed voor bij de bomen. Ook. Om erin te doen, ja, in het water. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel een goede. Glycerine? Glycerine? Ja, glycerine. Oké. Okay. Nou, dat is heel oud, maar van vroeger waren voor de handen en zo, zeg. We hebben een kerstboom, die was echt heel snel gevonden. Dat was heel mooi. Hij was heel mooi. Heel symmetrisch. Heel symmetrisch, heel recht. En ook niet zo breed, want dat vind ik altijd vervelend als hij heel breed is. Dus ja, we hebben zin in. Ik ga morgen optuigen, dus we moeten even een dagje. Ik ga je woensdag aftuigen als je doorgaat. Ik kan het in de vlog. Oh nee, sorry. Sorry. Ik word gecanceld. Ja. Ja, ik heb ook niet zoveel volgers, dus dat kan best. Ja. Het leven van een vlogger, hè, gaat niet over roos, jongens. Oh nee, de sky nu. Goedemorgen, van de rare engel dit. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Het is woensdag, mama dag. En de kerstboom staat in de kamer. Ik zal het even laten zien. Kijk, hij staat daar mooi. We hebben hem iets verhoogd, zodat Olivia waarschijnlijk de ballen er niet uit kan trekken. Alleen, ik heb het idee dat hij nu scheef staat en dat triggert mij. Dus ik moet hem recht gaan zetten voordat ik hem kan gaan versieren. Ik ga eerst de lampjes in doen. En dan eventjes de hele onderverdieping een beetje opruimen. Voordat ik hem ga optuigen. Want dat wil ik samen met Olivia doen en die ligt nu op bed. Dus dat is het plan nu. Top, ik heb het niet op beeld, maar ik heb hem recht gezet. Naar mijn mening is hij nu recht. Echt zo'n makkelijk standaard. Je kunt gewoon aan dat ding even losprikken. Of omhoog is dat hij loslaat, één tikje. En dan omlaag is weer een tikje strakker. Ja, dit is echt de investering van de eeuw geweest. Met kerst tenminste. Dit kregen we van de kerstbomenboer. Ik weet niet wat het is. Maar dit moesten we toevoegen. Eerste dag en de vijfde dag. Als ik nou heel goed de naalden behouden houd. Sorry, dat was geen mooie zin. Als de naalden nu goed blijven zitten aan de boom, dan is dit topspul.
Ondertussen is dit kleine frummeltje wakker. En ben ik kaki aan het maken voor haar en ik neet er zelf ook een. Hebben jullie wel, eten jullie wel eens kaki? Wat is er allemaal? Kletskousje, ben je mee aan het vloggen? Het is inmiddels lunchtijd en mijn vader is gezellig langsgekomen. Olivia zit achterin. Want we gaan even lunchen bij de snackbar. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ben echt al heel lang niet naar een snackbar geweest. Dus... Nee? Nee, het is echt lang geleden. Mm. Ik neem lekker een frietje oorlog, denk ik. Zonder ui.